President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 5 januari 2024 een presidentiële commissie opgericht die zich zal richten op verbetering van de burgerluchtvaart. Het komt erop neer dat de Effective Implementation Score zal worden verhoogd en de standaarden van de International Civil Aviation Organization zullen worden nageleefd. De commissie zal 2 wekelijks rapporteren aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, terwijl de president en zijn team de ontwikkelingen nauwlettend zullen volgen. De president feliciteert de commissieleden en wenst hen succes in hun werk. President Santokhi nam deel aan bijeenkomsten over Haiti en sprak over cruciale kwesties tijdens de 7e bijeenkomst van hoofden van regeringen en de bureauvergadering met de Eminent Persons Group. Hij benadrukte de behoefte aan een duidelijk coördinatiemechanisme voor actie rond Haiti en stelde een platform voor samenwerking voor. Suriname zal een veiligheidsmacht leveren voor een multinationale missie in Haiti, zoals eerder toegezegd. De stootgroep van Regio Oost heeft op woensdag 3 januari 2024 bij een drugsinval aan de Rebergweg te Tamanregio in Kommerwijnen de verdachte IA aangehouden. Op hem werden 14 stukjes cocaïne verwikkeld in zakjes, een fijnweger en een geldsbedrag in SAD aangetroffen en in beslag genomen. Het is de 4e keer dat er op de locatie van deze verdachte een inval is gepleegd. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld.